Mag ik Jonathan wat vragen over de school? Jonathan! Hij moet zoveel meenemen met die proefwerkweek. Kijk, ik snap best dat ze krappe budgetten hebben ook zo bij die school. Ik help je liever, ja. Maar we moeten al zoveel bijbetalen met school en uitjes. Ik vind het best ver gaan. Ja, nou, dag lieverd, kus. Tot vanmiddag. Moet hij dat allemaal meenemen naar die school? Nou ja, het is een goede school. Dus dan ga je er toch in mee. Ah, ik heb proefwerkweek. En ik moet voor de docenten pennen en schriften, multimappen, insteekhoezen meenemen. Ja, en als je dat nou niet meeneemt? Dat weet ik niet. Dan krijg ik er één waarschijnlijk. Of moet ik een jaar wachten? Ja, ik moet nu opschieten, want ik moet nog 10 kilometer lopen. Dus, Zoveel mensen hebben stukjes plakband, pennetjes in een la liggen. En ja, ook bureaustoelen, bureaus, laptops die niet gebruikt worden, TL-balken. Ja, alle bijdragen helpen toch? Want ik hoor ook dat jullie nog allemaal extra geld vragen voor allerlei andere dingen. Is dat nou die beroemde prijslijst van jullie? Ja, dit is hem dan. En het is allemaal heel erg conform de markt. Dat heeft Jan van Economie heeft dat aan me uitgelegd. Prima lijstje, lijkt me. Ik zeg, aan goed onderwijs, daar is nu eenmaal een prijskaartje aan verbonden. En er zijn ook voordelen. Hè, te laat komen, €20. Nou, ik kan u vertellen, het aantal leerlingen dat te laat komt op deze school, nou, dat is drastisch afgenomen. Zelfs toen we de klok stiekem nog een beetje naar voren zetten. Maar ik hoor ook berichten dat er gewoon her en der allemaal spullen verdwijnen in die school. Ja, als je even goed ziet hoe rijk die kinderen tegenwoordig zijn. We hebben bakken vol met Blackberries en iPhones en iPads en iPods. Ja, dat is bingo hoor. En het leuke is, weet je, docenten worden niet verdacht. Dus, oh mevrouw, kan ik even hier mijn spullen laten liggen, laptopje? Tuurlijk jongens, ik sluit de boel wel even af en dan is het toch, kassa. En dat valt niet op? Af en toe sturen we een jongen uit een of ander achterstandsmilieu. Die sturen we van school af. Is weer een tijdje rustig. Beetje ons gedijst houden. En na verloop van tijd dan beginnen we met verzamelen. Ja, ik ben het lesgeven ook gewoon weer veel leuker gaan vinden. Want heb je een keer een rotdag of een rotklas of een rotleerling, je weet gewoon, over een tijdje staat ze te janken bij de kapstokken omdat ze de Gucci-tasje weg is of de Prada-telefoon. En nu is de school financieel helemaal boven jou. Nou, het is ongelooflijk. We hebben de nieuwste computers, we gaan op excursie. Nou, en niet naar Texel hoor, we gaan naar Cuba, naar Brazil en dan slapen we echt niet in Jeugdenberg hoor. En het bijzondere vind ik ook dat we een collectief probleem op een creatieve manier met het hele team hebben kunnen oplossen. En dat geeft gewoon zoveel voldoening. Dat is, ja, is gewoon te gek. We merken dat er nu veel interesse is vanuit het land. Met name vanuit de ROC's uit de grote steden. Die willen allemaal ons model toch gaan toepassen. Nou, en ik kan u vertellen, ik ben daar behoorlijk toch trots op. Hè, wat wij hier met dat team hebben neergezet.